Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 7 augustus. En het is nu 9:10. We moeten over 50 minuten het huisje uit. Dus we moeten even snel alles nog opruimen. Ik moet dit allemaal nog eventjes naar de gang brengen. En daarna ga ik ook nog even het park in. Even naar de Jungle Bos met Seb. En even beelden maken voor de vlog. Voor vandaag. Het voelt echt raar. Want als je deze vlog ziet, ben ik alweer een week thuis. En heb ik nog andere leuke dingen op de planning staan. Want ik ga binnenkort, of dinsdag, ga ik naar Antwerpen toe met Ian. Superleuk. En ik heb woensdag heb ik een film gekocht bij The Action. Voor €3,50 deze film. Walking on Sunshine. Ja, je ziet het niet echt goed. Maar het is Walking on Sunshine. En het is gewoon een superleuk film. Dus die ga ik denk ik vanavond even kijken. En ook nog Danny Lewinsky. Ik ga dit nog even inpakken snel en dan trek ik mijn kleding aan die ik ga doen voor de terugreis. Dus dan zie ik jullie. Jongens, ik zie er echt niet uit. Ik zie er echt verkracht uit, maar ik ga met mijn neefje nog heel even naar het Jungle Bos, want we zitten hier nog maar een half uurtje en ik moet ook nog beelden schieten voor hoe het park er eigenlijk uitziet. Dus dat ga ik zo doen. Ik ga eerst naar het Jungle Bos, daar even wat beelden schieten. Dan gaan we naar het springkussen, daar wat beelden schieten en dan op het veldje even wat dingen schieten. Het is hier best wel rustig. Het is nog letterlijk nobody. Kom Seb, we gaan nu naar het Jungle Bos en heel veel mensen gaan weg. Omdat het vandaag vrijdag is en vrijdag check je meestal uit. Dus we gaan nog heel even naar het Jungle Bos. Ja, we gaan echt naar de ingang. Jungle Bos, Jungle Bos, Jungle Bos. Lekker naar het Jungle Bos. Kijk, hier moeten we dan in. En nu ga ik. Hier moeten we dus in. En ik ga er nu muziek onder zetten. Dus. We'll be right back.
hoop echt dat jullie de vakantievlogs ook leuk vonden. Ik ben weer thuis en ik ga nu even lekker chillen en dan even de vlog snel uploaden. Want daar had ik geen tijd meer voor, want de wifi was in het huis, was die. Heb ik het ook geprobeerd, maar de vlog duurde daar gewoon, een vlog van bijna een kwartier deed daar gewoon 400 minuten over. Dat heb ik ook laten zien in de vlog, dus ik ga hem nu even uploaden. Dus als ik hem thuis gewoon nu upload, dan is hij binnen 20 minuten klaar. Dan upload ik gelijk ook alles, want de hele week, want dan heb ik gewoon tot donderdag gewoon vlogs. Dus tot de vlog van gisteren ga ik dat gewoon lekker doen. En dan ondertussen ook de vlog editen van don gisteren. Die moet ik ook nog doen. En dan ga ik even mijn tassen opruimen. Ik heb mijn kamer wel gemist. Want ik sliep natuurlijk met Quinty op een kamer. En dat was niet... Ja, het was wel gezellig. Maar ja, je mist toch wel je eigen plekje en alles. Maar het enige van nado is dat ik nu, als ik iets drinken wil... Dat ik 2 trappen omlaag moet om drinken te pakken. En toen daar moest ik gewoon, hoefde ik maar 2, of nou niet eens 5 stappen te zetten. Ik was in de woonkamer. Dus ik denk dat ik daar weer aan moet wennen. Maar ja, ik heb mijn kamer wel weer gemist. Ik ga lekker alles opruimen. En nu de vlog even snel editen. En uploaden en zo. En ja. Dan zie ik jullie zo weer. Dus tot zo. Het is al wat later. Het is al wat heel wat uren later. En ik lig lekker of zit lekker op mijn bed. En mijn kamer is nog steeds een troep. Ik moet mijn koffer nog uitpakken. Maar dat doe ik denk ik straks. Ik heb er niet zoveel zin in. Ik heb net roti gegeten. Super lekker. En ik heb de hele avond Dani Lewinsky gekeken. Ik heb ook wel een beetje hoofdpijn nu. Dus ik denk dat ik zo meteen de vlog ga editen. Die van gisteren moet ik ook nog editen. En morgen heb ik afgesproken met Jamira. Want dan gaan we naar de Bijenkorf. Want dan kan je een bed halen of zo van Nikki. Van Nikki Plessen. Dus dat gaan we doen. En dan gaan we nog een beetje rondlopen in de stad. En dan zondag heb ik met Chiara afgesproken. En maandag ga ik naar Antwerpen met Ian, waarschijnlijk, of dinsdag. Maandag of dinsdag gaan we naar Antwerpen, dat wordt leuk. En ik ga nu even de vlog editen. Ik heb echt een topvakantie gehad. Ik wil heel mijn familie bedanken voor die leuke week. Het is wel veel te snel voorbij gegaan. En ja, ik heb ook hele lieve complimentjes gehad van mijn familie dat ze mijn vlogs leuk vonden. Dus daar ga ik zeker mee door. En ik heb vandaag, of eigenlijk verleden week, ik weet niet op hoeveel abonnees ik nu zit. Maar op dit moment heb ik er 261 abonnees. Dus dat betekent dat ik gewoon in 1 week tijd 11 abonnees erbij heb gehad. Dus dat vind ik super leuk. Dus welkom bij de familie. Ja, ik ga even mijn kamer opruimen en dan zie ik jullie zo weer. Dus nou, we zijn dan weer een paar uur later verder, of nou, een uurtje later... En ik heb nog steeds mijn kamer niet opgeruimd. Ik heb gewoon de hele YouTube-video's zitten kijken. Maar ik denk dat ik wel de vlog ga afsluiten. Dan bedank je voor het kijken naar deze vlog. Doe een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer. Dus tot morgen. Doei!